was daar juist daar het trapje aan het zoeken. Dat was een stenen trapje. Er was, wij hadden geen stromend water toen in die tijd. Dus water in de vaat met emmers om de was te doen. En dat trapje is daar niet meer. Toen was dat water helder, heel helder, heel helder. Mijn vader zat hier dikwijls te vissen. Op palingen. Tegen deze boom heb ik avonden en avonden, jarenlang zitten lezen. Mijn stoel daartegen, zonder dat met de sporters of schuin. Een stoel zo schuin en daar een boek op mijn knie. En er kwamen altijd mensen voorbij, zelfs nu. Ik heb er nog kennis op nu aan de overkant van de raad, die hier gebouwd hebben. En veel mensen stoppen dan met de fiets en dan hoorde aan de remmen piepen. Ik dacht, Wikke, als ik hier, of aan Lodde, En bleven ze dan babbelen en hier heet dat tram. En daar ons huis. Heeft u goede herinneringen aan dit huis? Heel gezellig, wij waren een grote familie, 5 kinderen en heel goede ouders. Streng, heel streng. Maar God, ja, strengheid geeft ook veiligheid. Ja. En dat vond ik heel, heel goed. Het was voor mij vanzelfsprekend dat vader baas was. Of eigenlijk dat moeder baas was. Want mijn vader zei meermaals in zijn tijd... jullie zijn hier goed opgevoed. Jullie moeder heeft mij eerst opgevoed en daarna heeft ze jullie opgevoed, zei hij. De bevelen kwamen ook meestal van mijn moeder. Zo. En we kwamen heel goed overeen met de velen. En ravotten in de tuin, en voetballen hier voor de deur. En zwemmen in de vaart. Die vaart was toen nog behoorlijk zindelijk. Er waren nog niet veel motorboten. Ik heb nog boten gezien die getrokken werden door tractoren. Ik heb nog boten gezien die getrokken werden door paarden. En dan was het water heel zindelijk. Ik kon er vissen en zo in zwemmen. En daar tussen de vaart en deze weg liep de spoor. Een spoorlijn, een stoomtram, die kwam hier 2 keer per dag voorbij en zo. En dan fietsers van de fabrieken allemaal. En dat was onze plaats waar wij contact hadden met de wereld. En we kenden iedereen. Op 2 manieren, als je wilt, is deze plaats de oorsprong van mijn schrijverschap. Hierboven, hoog in de zolder, is een klein venstertje. En dan lag ik dikwijls op mijn buik, op de plancher, voor dat venster. En dan zag ik de vaart en daarachter, hij, zo ver als je kon kijken. En zilverberken en dan zo. En dan zeg ik, wat is dat daarachter? En daarachter, daarachter is Congo, zei ik. Heel ver. Dus Congo, daar waren paters en de paters kwamen op bezoek, die kenden mij dus. Congo. En rechts aan de andere kant, daar was Amerika. En links, daar was Rusland en daar was China. In China hadden wij ook een pater die regelmatig eens op bezoek kwam. Daar die wereld die daar open ging, zeg, wat is dat allemaal? Wie woont er allemaal? Hoe leven die mensen daar? Dat die idee van dat uit te vissen, wie die mensen waren, dat is daar boven op zolderkamer. En hier voor het eerst schreef ik dat soms ook alles op, daar dan, in het bureau van mijn vader, schreef ik dat ook alles op wat ik... Die vaart was ook iets, zo'n element. Schepen kwamen eraan. Ik stond zeer graag op de dijk. Dan kwam er een schip aan en dat stond dan op Rotterdam. Je hebt een schip gezien en dat stond op Bombay. Bombay? Ja, hoe dat hier geraakt is in die tijd, dat weet ik niet, maar Bombay. En Bremen. En ik dacht, waar varen die naartoe? Ik zag die schepen ginder ver komen. En dan tot aan het SAS mocht ik meegaan. Verder dan het SAS mochten we nog niet spelen toe. En dan moest dat in de sluizen, een meter zakken en dan terug buiten. En dan was er een bocht naar Brug 7 toe. En daar ging het dan de verte in. En die verte, die boeide, die fascineerde mij ook. En zo, waar gaan die boten naartoe? In welke landen zit in Bombay?
God, wat dan, wie zijn dat allemaal? Daarboven en dan die vaat en dat is allemaal hier gebeurd. En de eerste indrukken zijn geschreven aan deze tafel, dit bureau hier. Wij zwommen wedstrijd, hè? Duiken, dan ging het kant raken en terug en nog eens. Als bepaalde schepen niet zwaar geladen waren, steenponten bijvoorbeeld waren, die waren hol en de stenen liggen er bovenop. Door het gewicht zakken die boten, liggen diep op het water. Maar als die stenen er niet op liggen, stijgt die boot en dan ligt die hoog op het water. En dan waren de mannen die doken onder die boot door en kwamen geen eruit. Ik heb het 100 keer willen doen, maar ik heb nooit gedurfd. Dat ik zeg, ja, stel dat dat daar niet zo diep is als ze zeggen. Dat ik dan blijf steken en zo. Ik heb gezegd, spring, doe het. Nee, ik heb het niet gedaan. Dus ik heb niet alles gedaan wat ik wilde doen. Er zijn ook plannen onvoltooid gebleven. Waar komt die drive vandaan om te blijven schrijven en om te schrijven? 100 boeken, er zijn weinig auteurs die 100 boeken hebben geschreven, of zelfs nog meer nu. Ja, er was een boerzoon die ook zo de zoon was van iemand die in de 90 was toen. En die in de 90, daar vroegen ze ook dat. En die zegt, ja, zegt hem, je moet graag werken en je moet niet te gauw doodgaan. dat zijn twee cadeaus, twee grote cadeaus. Graag werken, je kunt ook als luiaard geboren worden. Je kunt ook als gemakzuchtige kerel geboren worden. Dat zit in, tegenwoordig hebben wij genen. Hè. Vroeger hadden we nog geen genen. Wij hadden een karakter, wij hadden een opvoeding gehad en dergelijke. Maar men is wat men is en dat is een groot cadeau. Dus. Maar waar ik die drive haal om te schrijven, ik wilde het weten. Ik wilde weten hoe de mensen ervan leefden. En ik wist al goed toen ik op school hier, op Sint-Joseph, mijn eerste atlasje kreeg. Naar welke plekken ik allemaal zou gaan. Ik zet cirkeltjes van namen. Cincinnati, Delaware, Bombay, Valparaiso, Macau, Hongkong. Cirkeltjes, ik maakte zo'n programma. En ik heb dat programma uitgevoerd. Ik wilde dat weten en ik wilde dat zien. En als schrijvend, die dingen verduidelijken voor mezelf. Allereerst voor mezelf en dan later ook voor mijn lezers. Dat verre leven. Ik weet nog goed dat ik, toen ik een jaar of 14, 15 was, dat ik zei, ik ga eerst skiën. Dat was, niemand skiën toen maar ik had daar foto's van gezien in ons land. En zeg, daarna ga ik zwemmen in de Middellandse Zee, dan ga ik naar de Sahara en dan ga ik naar Bagdad. En intussen had ik al één reis mogen doen op Beden naar Lourdes. Dat was met de schooltrein. Ik zeg, dat ga ik doen ook en dan ga ik daarover schrijven. En dat heb ik uitgevoerd. En daar was ik zelf heel tevreden over. En intussen was ik dan volwassen en ik zeg, ik ga dat uitbreiden en beide. En weten wat een Chinees, wat is dan een Chinees? Ik ben 4 keer in Amerika geweest, maar het is maar de 4e keer, ik denk wel de voorlaatste dag, dat ik pas de Niagara gezien heb. In het voorbijgaan bijna. Maar ik had al honderden Amerikanen gesproken over hun leven, over en zien hoe ze leven en allemaal. Hoe leven mensen allemaal? In Tibet, aan de grens van Tibet, daar kwam ik mensen tegen en die staken hun tong naar mij uit. Dus dat zijn toch niet de beleefdste mensen hier. Later werd mij meegemaakt dat dat een manier van groeten is. Zo. En ik zeg, ja, bon, dan doe ik dat ook maar. En later, als ik er terugkwam, deed ik dat ook. Maar toen was het al min of meer voorbij en ik weet dat ik op straat de tong naar iemand uitstak en die man kwam bij mij en zei in het Engels, meneer, zegt hem, ik ben duidelijk buitenlander, zegt hij, wij doen dat niet meer. Zo, ik bedoel, kijk, die mensen veranderen, wij veranderen, hoe mensen leven. Die nieuwsgierigheid is nog altijd niet weg. Als je een sleutelwoord wil, waarom ik schrijf en nu nog steeds, denk ik dat het nieuwsgierigheid is. Ik schrijf nog altijd voor mijn plezier, dat is ook een cadeau, werken voor je plezier.
Dat is ook een cadeau. Dus ik ben gewoon dankbaar. En ik zeg dat niet in de termen van wat ik ervan gemaakt heb. Ik zou wel gelukkig geweest zijn als ik het niet had kunnen of mogen doen op die manier. Dus ik ben vooral dankbaar. Vandaar dat ik kan heel ontspannen. Ontspannen is veel gezegd, maar ik zou zeggen toch rustig, vredig aan de dood denken. Als ik doodga, geen haar op mijn hoofd zou gaan denken om te zeggen het is te vroeg. Ik heb niet mogen doen of kunnen doen wat ik wil doen. Nee, ik ben tevreden als ze mij komen halen, zoals men vroeger zei. Dat was Pietje de dood, komt met zijn zijs, dat is een gruwelijke beeld. Het mag vreedzaam gebeuren, zonder veel. Dat zie ik tegemoet met genoegen. Met genoegen niet, maar ik bedoel, met geen wanhoop, geen angst? Nee, geen echte angst, nee, absoluut niet. Nee. Maar u gaat eerst nog een paar boeken schrijven? Ja. Ik heb er pas één voltooid, dat ben ik eergisteren naar de uitgever gestuurd. En ik zie nu al de personages. Een beetje nevelig nog voor mijn volgende roman. Ik zie de plekken, maar die zijn nog niet duidelijk herkenbaar. Dat moet nu nog wat groeien tot dat duidelijk wordt. En dan schrijf ik een volgende boek. Wel, ik hoop dat u nog een paar boeken kunt schrijven. Meneer Berkhoff, dank u wel.